Welkom bij les 2 van SolidWorks. We gaan het vandaag hebben over een sweep en een revolve. Vorige les hebben we het gehad over extrudes. Maar extrude is niet de enige feature die we gebruiken in SolidWorks. Dus hierbij nog twee extra features die we kunnen gaan gebruiken. We beginnen zoals altijd met het maken van een nieuw part. Dan beginnen we met de schets. Je ziet de features er al. Ik wil een revolve gaan maken en ik wil een keer een sweep gaan maken. Je ziet ook al aan de icoontjes wat je er ongeveer mee kan gaan maken. Ik begin met een schets op de frontplane sketch. En dan ga ik beginnen voor de revolve. Ga ik lijntjes gaan tekenen. Ik begin altijd vanuit de origin. Ik heb een beetje scheef getekend. Zometeen doe ik dat wel weer goed. Dan komt er een geel icoontje bij. Dus die is wel horizontaal. En dan bijvoorbeeld. Dan ga ik nu omhoog. Naar rechts. En dan. Wat zullen we doen? Nog eentje naar beneden. Zo. En dan. Zorg ik ervoor dat die horizontaal aan het begin is, zit. Dan druk ik op Escape. Deze klik ik nog even aan en die maak ik verticaal. Dan maak ik hier nog een lijntje aan van hier naar daar. Deze lijn moet voor construction zijn. Klik je hier aan, dan wordt het een stippellijn. En dan ziet hij dit niet als een echte lijn waar hij iets mee moet in de features. Het is alleen een hulplijn. Dan zien we nog allemaal blauwe lijnen. Dus dan moeten we maten gaan aangeven. Hoogte ervan. Zeggen 50. Die hoogte. Dit. Is dat blijkbaar onder een hoek? Maar dat komt natuurlijk omdat ik deze heb aangepast. Ik zal hem even verwijderen. Het is mooi dat je er hier achter komt. Deze en deze die staan niet meer horizontaal. Omdat ik deze nou recht heb gezet. Dus zeg ik van, moet al horizontaal komen te staan. En als het goed is, komt er nu geen hoek meer te staan. Als ik deze en deze klik. Nee. Klik ik hier op 100. Dan klikken we de hoogte van deze. Dan klikken we aan 75 of zo. Hoppakee. Even weg voor de duidelijkheid. Dan hebben we alle hoogtes hebben aangegeven. Er worden ook al wat lijntjes zwart. Pakken we deze nog eventjes. 100 bijvoorbeeld. Van die naar daar. Doen we 150 en dan de laatste nog van die naar die 200. Zo. Nou is hij fully defined. Alles is zwart geworden. Dus kunnen we uit de sketch en dan kunnen we een revolve maken. En wat je nu ziet, is dat hij ook gelijk een hele as gaat maken met behulp van de revolve. Als je dan op OK drukt, zie je dat je heel snel een vrij complex figuurtje maakt met behulp van jouw revolve. Dan gaan we naar de sweep. Daar kan je bijvoorbeeld een as maken die bijvoorbeeld gebogen is. Dan begin ik even opnieuw en dan laat ik zien hoe een sweep wordt gemaakt. Nieuw. Part. Bij de revolve beginnen we op de frontplane. Sketch. En dan gaan we kijken van hoe die nou precies moet gaan lopen.
ik wilde graag een bochtje. En dan, wat ik dan deed, is ik ging weer terug naar het punt. En dan wordt de rechte lijn wordt dan krom. Het is altijd handig om dat aan te geven. Ik deed dat nu weer. En dan weer een rechte lijn. Zo komt jouw as er ongeveer uit te zien. Dan ga ik maten aangeven. Deze wordt 20. Dan zal deze 50 maken. En die 50. En dan de hoogte. Wat zullen we doen? 75. Ik wil graag dat de radius van die en die gelijk zijn. Dus wat je dan kan doen, is ik selecteer beide. Met Ctrl hou ik dan ingedrukt. En dan heb je hier verschillende relations weer. En dan zeg ik equal. En dan is die fully defined. Alle lijntjes zijn zwart. Dus dan kan ik deze schets kan ik uitgaan. Exit. Dus ik heb nu op de front plane heb ik nu getekend. Ik ben op de origin begonnen. Wat ik nu kan doen is, kan ik verder op de right plane. Die staat precies op dit punt waar ik ben begonnen met gaan tekenen. Dit komt omdat ik op de origin ben begonnen. Wat ik nu kan gaan doen is dan teken ik op de right plane, teken ik een schets. Ik wil hem eventjes recht van voren zien. Zo. En wat ik dan doe, ik wil een cirkel hebben. Die wil ik hierop hebben. En dan wil ik weer een maat hebben van, nou, wat zullen we doen, 20 of zo. Is dat mooi? Ik denk het wel. En dan doen we exit sketch. Nou ziet dat er zo uit. Ik draai trouwens mijn model door op de scrollbutton te drukken. En dan vast te houden en dan met de muis heen en weer te gaan. Ik kan nu een sweep gaan maken. Dan staan hier dat je twee dingen moet gaan selecteren. Als je de muis erop zet, is dat, komt er ook te staan, profiel. Nou, dit is je profiel. En dan staat hier staat de path. Dus dat is de path die je moet volgen. Die klik je dan aan. En dan heb jij, als het goed is, heb je een mooie sweep gemaakt. En zo kan je zo'n soort vormen gaan maken. Zoals je ziet hebben we nu de sweep en de revolve nu behandeld in les 2. In les 1 hebben we de extrude behandeld. En volgende les zullen we weer met andere features verder gaan. Bedankt voor het kijken naar dit instructiefilmpje.